Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in HD. In de vorige aflevering zijn we bij de Earth Temple naar binnen gegaan en hebben we dus al een behoorlijk stukje gedaan van deze Earth Temple. En in deze aflevering gaan we daar vrolijk mee verder. Nou ja, het is maar wat je vrolijk noemt. Dus, ja, ik heb er eventjes een nieuwe setup voor mijn microfoon. Alweer. Ja, normaal gesproken dan, ja, jullie weten nou, ik heb een houder gekregen. Die heb ik gekregen van de Touwler. Heel erg blij ermee. Alleen, ja, als ik dus voor mijn televisiescherm zit, dan moet mijn microfoon natuurlijk ook daar in de buurt zitten. En dat was eigenlijk een klein beetje een issue. Nou, dat heb ik nou weten te fixen door mijn, door die standaard daar gewoon inderdaad zo neer te hangen. Gewoon voor mijn, aan een tafel hier. En, nee, die beesten zijn irritant. Blijf weg, oké. We beginnen deze aflevering muzikaal. Ik blijf de muziekje toch mooi vinden. Ik weet ook niet waarom, maar het is gewoon een mooie muziek. Nou, ik moet wel zeggen, mijn stem is nog een beetje schor van Tomofair. Ik heb een evenement gehad van Tomofair, dus hou daar een beetje rekening mee. Dus soms kan ik een behoorlijke voice crack hebben en ik sla jou voordat jij kan schrijven. Jij mag niet, nee, jij zult niet. Nee. Boom. Zeg boom. Ik heb je laatst nog een compliment gegeven. Goed zo. Dank je. Nou ja, niet dat ik echt de magie nodig had, maar... Kun jij niet schreeuwen, mannetje? Dat is dan jammer. Had je maar een broek aan moeten trekken of zo, weet ik veel. Oké, nou, ik herinner me wel dat deze dingen best wel makkelijk waren. Want wat je hier wilt doen is... Ik geloof dat je eerst hem eventjes wilt breken. En deze, die waren ook heel erg makkelijk. Daar hoefde je alleen maar dan gewoon op te schijnen. En dan breken ze zo, zeg maar, omdat, ja, spiegels, hartstikke handig. Dan vraag ik mij nog steeds af waar dat licht vandaan komt. Jullie hebben niet echt gereageerd op een theorie daarvoor. Jammer, ik had wel een theorie van zouden hebben. Ja, maakt niet uit. Goed, nou hebben we dus hier, zeg maar, een deur links van ons en rechts van ons. De deur in het midden voor ons, dat is de deur waar we naartoe moeten. Alleen, ja, daar hebben we natuurlijk weer een sleutel voor nodig, zoals altijd. Dus, welke kamer zou ik als eerste ingaan? Nou, ik zie, ik heb Medley niet echt nodig in deze kamer hier. Medley, wat ben je toch creepy? Dus in deze kamer hier heb ik Medley niet echt nodig. Dus Medley die kan gewoon hier achterblijven. Want dit is namelijk een doolhofkamer. En deze doolhofkamer die gaat ervoor zorgen dat wij moeten dan, zeg maar, hier doorheen gaan lopen. Maar er zijn... Maar er zijn een van die floormasters. En die floormasters, als ze je pakken, dan kun je dus, zeg maar, weer terug naar die zonnekamer toe. Dus je moet heel voorzichtig hier gaan lopen. Je kunt een beetje, zeg maar, zo gaan kijken. Die mist kan irritant wezen. Dat zeg ik er heel eerlijk bij. Maar je kunt wel een beetje zo kijken waar dat die schaduwen zich precies bevinden. Nou, hier voor ons ligt bijvoorbeeld ook zo'n schaduw. Dus dat kun je wel een beetje zo je weg vinden. Want je moet namelijk gewoon het schatkistje doen. En die zit hier. De sleutel. Nou, de sleutel die hebben we alvast. Nou, als je dat hebt gehaald, dan ja, verdwijnt, zeg maar, die giftige mist, die verdwijnt al gelijk. En dan ga ik weer mijn oude trucje erbij gebruiken. Dan ga ik weer beginnen met de hamer en de ice arrows. Dat zijn de makkelijkste dingen om, zeg maar, die floormasters te verslaan. Dus dan ga ik heel voorzichtig erbij komen. Schiet ik een ice arrow tegen... Oh. Ik heb een... Kom hier. Oh, ik heb mijn ice arrows niet geselecteerd. Kom hier. Oh, waarom? Dank je. Zeg ik tot dat het de makkelijkste manier is en dan echt gevaarlijk nog gigantisch, hè? Dat zul je altijd zien. Nee. Stout. Stout handje. Stoute vlommer. Nee. Ah, wat lief. Hij wou high five doen, zag je dat? Ah, dat vond hij niet leuk, een hamer op zijn hoofd te krijgen. Ik bedoel, die tactiek die werkt normaal gesproken heel erg goed. Ik snap niet waarom dat ik nou zo werk faal. Mijn excuses daarvoor. Ik ben ook maar een simpele speler. Ah, doe, I missed.
Hebbes. En slaan met die banaan. Ik vind dit toch echt de makkelijkste manier om ze te verslaan. Ik weet het, sommigen die gebruiken gewoon die A-tactiek en alles. Maar soms dan wil die wel eens falen. En de reden waarom dat je dit bij... Denk erom. Handjes thuis houden, Rij. Hey, handjes thuis houden. Handjes thuis. Oké, mal. Ook goed, dan maar niet met Ice Arrow. Niet Ice Arrow to death. The cold never bothered him anyway. Kom hier. Freeze! Oeh, recht in zijn hand, zagen jullie dat? Het zal wel pijn doen. Oké, nou, je wil ze allemaal verslaan, want er zit hier namelijk nog een kistje. Hallo. Oh, ga jij even... Daar ben ik er niet heen. Ah. Net te laat. Nog een keer. Bam! Oh, daar kreeg ik nog eens een Red Ruby van. Maar ja, dan komt er dus een ander kistje tevoorschijn. En dat kistje, daar wouden we voor gaan. Oké, de sleutel is ook wel belangrijk, maar serieus. Een sleutel, die heb je alleen maar nodig om verder te smoken. Ik bedoel, we willen secrets. Wij willen plunderen. Wij willen alles. Wij willen het allemaal. Waar is dat kistje nou? Waar is dat kistje? Daar hebben we dat kistje. Ah, hier. Yeah. Sorry hoor. Dus... Hier hebben we een treasure chart. Nummer en informatie staat natuurlijk onderaan beschreven. Ik kan op dit moment niet kijken welk treasure chart nummer dat het is. Dus helaas moeten we maar dit op de hoek doen. Editor, succes. Ja, we openen het wel als we buiten zijn. Want ik kan hem nou niet openen. Voor de mensen die het willen weten. Als ik naar mijn map toe ga, dan kom ik automatisch. Of ken ik dat? Nee, dat kan niet. Je kunt niet in een dungeon, kun je dus niet treasure charts openen en noem maar op. Dan zie je automatisch de map van dit level, hoe dat eruit ziet, waar de treasure charts en alles zitten. Dus daar hebben we op dit moment helemaal niks aan. Nou zou je denken, omdat we de sleutel hebben, tot we dus daar al naar binnen toe komen. Maar we moeten echt eerst die andere deur door. En dan weet ik niet uit het hoofd of ik daar Medley nou wel of niet voor nodig had. Dus voor de zekerheid neem ik Medley maar even mee. Want ze vliegt toch automatisch met mij. Ja, en ik heb het niet laten zien. Maar als je Medley tegen de muur aan gooit, dan ziet ze even sterretjes. En dan is het van... Ah, twinkel, twinkel, little star. Of iets in die trend. Oké, dit vind ik minder plezant. Oh, hi. Ik ken je wel even de vriend alvast. Frozen! Ik ga gewoon niet de muur knuffelen. Ik ga gewoon de muur knuffelen. Ik ga gewoon de muur knuffelen. Oké. Dan wil je deze... Die willen we hier naartoe duwen. Zo. En dan, als ik me niet vergis, moesten we hier dan ook licht veroorzaken. Even te denken, want deze tempel die ver... Dank je. Wat zit er binnen? Daar zit een joy pendant. Joy, oh joy. Dit spel laat je echt heel erg definitief zien van... Hé, hey, je hebt die joypens nodig. Nou, weet je wat, we lopen gewoon hier terug. Er zit hier ook een kistje of zo. Dus we lopen gewoon hier weer langs de muur. Niks aan het handje. We hadden Medley niet nodig. Medley was weer niet nodig, zoals altijd. Het meeste werk moet ik toch zelf doen. Je hebt niks aan. Je hebt er niks aan. Wel moet ik wel eventjes... Goeie tekst. Wel moet ik eventjes erbij zeggen... Oh, nou krijgen we het hoor. Juist. Nog een keer. Boef. Oh, kom op Medley! Ik weet het, ik ken met de comment melody, kan ik het nog makkelijker maken, maar ik heb er geen zin in. Ik ben lui. Nee, maar wel moeten we nog even zeggen, als je deze dungeon gaat doen, wil je zeker de Hurricane Spin. Oftewel, die 10 Knights Crest, die wil je zeker aan Ork hebben laten zien dat je dus zeg maar die aanval kan doen. Want die aanval die is heel erg makkelijk bij deze Final Boss. Nou ja, dan gaan we hier deze kamer in. En als ik me niet vergis... Zit hier een... Sowieso een irritante skelet en... Oh, spookjes. Maar hier hebben we dan licht nodig. Waar zit hier dan licht in? Waar zit hier... Ik weet dat die licht ergens zou zitten, maar ik weet niet meer precies hoe dat je die licht... Dinges... Anders... Hier dan een switch. What am I missing? Medley, kom mee. Zit er dan toch een switch in die kamer verborgen of zo? Of... Ik mis iets, dat is zeker. Ja, ik wil hier niet bovenop staan. Poef. Have fun. Nou, kom, dan ga je nog eens heel eventjes mee, want ik wil dit even onderzoeken. Er moet hier ergens een switch zitten, dat kan niet anders.
Nadeel is, ik kan die handjes niet verslaan. Dus, ik dacht zelf eigenlijk bij mijn eigen in de eerste instantie van tot hier dan... Kan ik hier langs lopen? Ik zie hier toch echt niks van een switch of zo, hoor. Wat ik weet... Wacht, zit... Doei, ik ben echt slim. Plotwist. Oh, waar ben ik? Helemaal vergeten. Nou hebben we daar licht. Mooi. Sorry, mijn fout. Ja, ik heb de Windweker eerlijk gezegd al een tijdje niet meer gedaan. En dan echt die hele kleine dingen, die kun je dan vergeten. En ik snap niet hoe dat Link met dat blauwe spul niet zijn items kan gebruiken, maar wel medley op kan tellen. Een plotwist. Maar, ja, soms dan heb je wel eens van die hele kleine rare foutjes die je dan maakt. Dat je gewoon één switch vergeet en dan blijkt gewoon de oplossing best wel dichtbij te zitten. Ik wil niet weten hoe vaak dat als ik er zelf voor de eerste keer speel, dat ik dan gewoon ik weet niet hoeveel uren vast zit door zoiets simpels. Letterlijk en figuurlijk, echt. Oké, nou, deze kamer, dat is weer een je typische puzzelkamer. Het eerste wat we willen doen is eventjes de spook eventjes vervelen. Hallo, spook. Ja. Word zichtbaar, zodat ik je kan slopen. Goed zo. Krijgen we nog iets nuttigs van jou? Natuurlijk niet. Er zat er hier nog eentje. Ja hoor, daar is hij al. Ja, dan kan het ook, hè. Zelf in de lichtstraal gaat zitten. Kijk, zie je daar? Je moet echt in een angle... Kom hier. Sterf! Ik hak je in spookmootjes. Nou, dan zie je dat er hier dus zeg maar een stuk of... Drie, geloof ik dat er maar drie zijn. Ja. Er zitten hier dus zeg maar drie stambeelden. En die stambeelden die willen we natuurlijk allemaal. Nee, ik wou jou niet roepen. Medley, ik wil jou niet roepen. Ga weg. Oké. Dan moeten we dus zeg maar het licht in een soort van V-patroon douwen. En als we het in een V-patroon hebben gedouwd, dan kunnen we dus zeg maar... nou, daar zit meteen Ruby. Zoals ik al zei, daar hebben we dus heel erg weinig aan. Volgens mij is de kamer waar we in willen, is die kamer daar. Maar ja, daar hebben we dus dat V-patroon voor nodig. Ik denk niet dat ik dit kan. Kan dat wel? Ja, dat kan wel. Een beetje zinloos, maar ja, toch eventjes laten zien wat erachter zit. Oké, nou, dan hebben we medley even nodig. En aangezien dat dit een nieuwe opnamesessie is, krijgen we weer het hele deuntje. Leuk! Oh, wat fijn! Nou, natuurlijk zijn jullie ook heel erg geïnteresseerd. Tenminste, daar ga ik wel vanuit hoe dat Tomofair was. En of ik het echt leuk heb gehad. Dan weet ik het allemaal nog meer. En hoe dat mensen natuurlijk reageerden op Shadow Mario. Nou, Shadow Mario die werd dus heel erg goed ontvangen. Dus ja, zondag bij First Look komt hij natuurlijk weer. Maar ja, buiten dat, we hebben ook een Mario Kart 8 toernooi gehad. En dat was een beetje chaotisch. Ik bedoel, ja, ik sta daar als Shadow Mario, stond ik daar letterlijk en figuurlijk. En zo moest ik dan dat toernooi gaan hosten als Shadow Mario zijnde. Dus het was eigenlijk best wel een beetje raar, omdat ik geen tijd meer had om eigenlijk om te kleden terug naar gewoon Mario. Maar we hebben een heel leuk toernooi gehad. We hebben een leuke winnaar, die heeft een leuke trofee gewonnen en alles. Ja, echt... Wel hartstikke gezellig. Heel veel mensen die vonden de Shadow Mario look ook echt vernieuwend. Die hadden het niet verwacht op Shadow Mario, zeg maar, zelf verschijnen. Want eerst zagen ze Mario lopen en om 1 uur 's middags was het in één keer poef Shadow Mario. Dus ze hebben het behoorlijk naar hun zin gehad. Dus beeldmateriaal komt ook op YouTube. Ik heb heel veel gefilmd, maar ja, Halloween maand, hartstikke druk. First Look komt er ook nog eens een keer aan. Er moet ook weer heel veel van gefilmd worden. Dus wanneer dat ik dat allemaal af heb, dat weet ik niet. Maar het is... Het is gewoon inderdaad heel eventjes checken van hoe, wat, wanneer en deze dingen doen pijn. Waarom ben ik niet zo geduldig? Sterf. Sterf, jij Zubat! Jij zeritant. Oké. Waarschijnlijk is dat toch alleen maar voor een joy pendant. Of een sleutel. Een red ruby. Nou ja, het is in ieder geval beter als een joy pendant. Oké, kun je ook even openvallen? Dank je. Nee! Nee! Nee, 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 nee. Oh, je bent al dood. Ja! Poef. Ik wil je rubies. Geeft nog niet eens wat. Oh, er zit er hier nog eentje.
Ha, nou deed ik hem goed. Hij schreeuwde terwijl dat ik in een jump aanval was. Dat is dus de counter waar ik het over had in de vorige aflevering van vrijdag. Dus, ja. Nou, ik heb ondertussen ook heel veel reacties weer gehad over de toekomst van het kanaal natuurlijk. Krijgen we dus zeg maar nog een Minecraft-serie? Wat wordt de volgende Let's Play nou? Nou, heb ik dus zeg maar een leuk idee. Ik heb nou sinds kort bij... ik heb nou dus sinds kort bij Minecraft... heb ik aangepaste icoontjes. Dat heette thumbnails. En nou had ik misschien een leuk idee, maar dan wil ik jullie toch een beetje om je mening om vragen. Normaal gesproken bij een nieuwe Let's Play geef ik een hint op het einde van de oude Let's Play. Dus als er nou een nieuwe Let's Play zou komen, dan zou ik dus zeg maar een hint geven van de volgende Let's Play. Maar nou zat ik te denken van, is het misschien handig om jullie dan te vragen om een leuke thumbnail te bedenken, zodat ik alleen maar de cijfertjes van de aflevering nog neer hoef te zetten. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, hoeveel parts dat dan ook zou hebben. En tot ik jullie dan al vertel wat de volgende Let's Play zou zijn. Dus dat wil ik helemaal aan jullie overlaten. Het lijkt me het leukste natuurlijk om jullie dat te vragen van hoe en wat zouden jullie leuk vinden daarin. Dus laat het weten in de reacties. Ik bedoel, deze Let's Play die is nog niet voorbij, dus ik ben even stil, want deze muziek is mooi. Boom! Ik was te vroeg, maar dat maakt niet uit. Nee, maar ik heb zoiets van, laat het weten in de reacties. Een soort van wie de mooiste thumbnail-foto maakt. Tot daar dan zeg maar de thumbnails komen. En tot er dan zeg maar natuurlijk ook een mooie credit in de afspeellijst komt van die dat dan gemaakt heeft. Of inderdaad hebben jullie gewoon liever de hint van de dag op het einde van de Let's Play. En tot we dan zeggen van, weet je wat we doen? We doen gewoon inderdaad de hint van de dag. En een thumbnail die maak ik dan zelf wel. Auw. Heb je nou pijn? Nee. Dan moet je toch harder gooien. Maar goed, er zit nog een secret to everybody. Want we hebben natuurlijk nog de boss key nodig. En in elke dungeon, daar zitten twee treasure charts. Dus hier missen wij ook nog een extra treasure chart. Volgens mij is dat ook de treasure chart... Want iedere dungeon, ik weet niet of jullie dat patroon al hebben gezien. Maar iedere dungeon heeft dus een treasure chart met een piece of heart erin. En een treasure chart met 200 rubies erin. En deze kamer is de gevreesde kamer van deze tempel. Iedereen heeft een hekel aan deze kamer. Waarom? Is de puzzel zo moeilijk? Medley, ik haat je! Nee, maar is de puzzel dan zo moeilijk? Of... hebben mensen dan zoveel moeite met deze puzzel? Nou, het grappige van deze puzzel is... Hij is te langdradig. Hij is absoluut niet moeilijk. Tenminste, vind ik hem niet moeilijk. Waar moet ik eigenlijk naartoe? Nee. Ik vind deze puzzel absoluut niet moeilijk. Het is een van de vrij simpele puzzels eigenlijk. Als je eenmaal weet... je moet hier één lichtstraaltje vinden... En die moet dus zeg maar de hele kamer gaan verlichten. En voor de mensen die het willen weten, de grap zeg maar, of de theorie zeg maar van spiegels en alles, dat zou dan uit het oude Egypte komen. En op zich hebben ze daar zit de switch. Op zich hebben ze daar wel gelijk in, want ze hebben dat zelfs ook uitgetest nog laatst. Tot ze dus zeg maar met spiegel de zonlicht opvingen en dan via de zonlicht een kamer konden verlichten. Via spiegels. En dat is inderdaad echt zo. Je kunt echt met één lichtstraal kun je een hele kamer gewoon oplichten als de spiegels goed staan. Nou zou ik niet aanraden dat het zonlicht is. Aangezien dat de zon verplaatst, dan zou je de hele tijd de spiegels aan moeten passen. Maar het is mogelijk. Zeker is te weten. Nou hebben we dus hier inderdaad dat we Medley op een van die stands hier neer moeten zetten. Maar het nadeel is dat we nog niet precies weten op welke stand. Dus ik ga gewoon heel even zeggen back. Want we moeten namelijk spiegels in de goede posities douwen. Joy, oh joy. We hebben deze spiegel bijvoorbeeld. En die moet eerst dat licht in. Dit is een behoorlijk langdradige puzzel. Daar ben ik het wel mee eens. Maar op zich is het wel een leuke puzzel. Nou, die gaat dan daar naartoe. En dan kunnen we deze. Moeten we dan dadelijk. Daar moeten we ook nog iets mee doen. Maar het leuke is. Die onzichtbare kistjes die we. Nee. Die onzichtbare kistjes die we dus zeg maar zien. Die kunnen we dus nou activeren met licht. Dus. Die ene van Windfall Island. Dat was dus zeg maar voor een missie.
dat je dus echt iets moest doen. Maar deze kistjes die kun je dus zeg maar gewoon belichten en dan worden ze helderder en dan krijg je rubies. Tenminste, in dit geval krijgen we rubies. Als ik me niet vergis, moet Medley nou deze kant op schijnen. Dus, want dan kunnen wij het weer doorschijnen naar die kant. Dus Medley, maak jezelf eens even nuttig. En ik doe het wel voor je, want ik moet je handje overal bij vasthouden. Dus net zoals die titel, gemeddeld met Medley. Medley meddelt zich overal in. Oké, dus dan moet ik A drukken, dan moet ik op link richten. Oh, squeaky controls. Bijna. Oké, ik vind het goed. Oké, dan moet ik mijn schild en dan zo. Langdradige puzzel is langdradig. Nee, maar ja, Tomofer, wij waren de enigste game room, want het is meer zo'n Japanse zo'n Japanse markt, zeg maar, voor anime en manga en t-shirtjes opdrukken en weet ik het allemaal nog meer. Nogmaals, er komt een video van. Maar ja, er was dus ook, zeg maar, een game room aanwezig en wij waren dus die game room. Dus, nou, het was hartstikke gezellig. We hadden behoorlijk veel mensen en ik ben de entertainer van heel Gamepit. En op dat moment, ik was dat samen met Gregory, maar Gregory die moest zeg maar heel veel van die andere toernooien hosten op dat moment. Dus, maar ja, we hebben toen heel erg veel lol gehad natuurlijk sowieso. En ik, ja, als Shadow Mario zijnde, vond het hartstikke leuk om dus overal doorheen te lopen. Nou, hebben we geactiveerd. En dan moet ik heel even kijken. Zat er nou trouwens nog iets boeiends in die potten hier? Laat maar raden, Joy Pendant. Geld! Rupees! Met de P, hè? Niet de B, maar de P. De rubies van... Ja? Ja? Begrepen? Mooi. Met de P van pijn in de portemonnee. Voor de mensen die appeltje hebben gekeken, die weten waar het is. Ken ik het? Nee, niet, come on. Je staat in mijn... Kom op. Ik weet dat ik het kan. Medley, je staat in mijn face. Oh, Medley. Echt serieus. Medley! Ga niet zo irritant lopen doen. Laat me raden. Nou ga jij dit helemaal blokkeren. Help! Ik word gesquishified! Niet mijn probleem. Had je maar niet mee in deze tempo moeten gaan. Ja, maar ze helpt je toch? Nee, ze helpt ons niet. Wij moeten haar zeggen wat ze moet doen. En dan pas misschien ooit een keer in de verre toekomst als ze ons helpt. Of zoiets in die trend, weet ik veel. Dus, nu is het eventjes tijd om deze spiegel dan hier naartoe te plaatsen. Dan krijgen we een mooi effect. En dan hebben we de W van Wario. Wat leuk. Even kijken, volgens mij zat hier niks echt boeiends achter. Nee. Oké, nou, dan moeten we deze hem eventjes gaan volgen. En dan komen we daar uit. En dan moet dat ding daar dus gereflecteerd worden. Ik zie hier een dinges. Maar even. Hoe zat het ook alweer? Medley, doe niet zo irritant als ik je draag. Irritant mens. Moet ik hem dan misschien direct naar die spiegel of zo daar? Is dat misschien een optie? Leuk als je in jezelf een mompelen bent. Dat je dan eventjes aan het uitzoeken bent hoe dat ding eigenlijk dan zouden moeten gaan. Want ik zie... Nou ja, ik zou misschien dat licht dan daar naartoe kunnen... Nee, want dan moet je een hoek hebben. Even kijken, hoe zat het ook alweer? Want ik moet hier... kijk eens wat we hier hebben. Dit verklaart een hoop. En daar zit inderdaad weer een kistje, maar dat is niet het kistje met de trash chart. Volgens mij was die wel de joypen, dat weet ik niet zeker. Want deze, die moeten we dan eerst daar naartoe richten. Poep. Daar zit ook weer zo'n spiegel. En die kunnen we dan ook nog eens een keer op die kist richten. Kistje. Kom op. En volgens mij zat hier ook een joypen in. Of ook 50 rubies. Dat weet ik natuurlijk niet zeker. Sorry. Maar goed, we gaan gewoon eens eventjes kijken. Ik ben zelf heel erg benieuwd wat er in dat kistje zit. Dus. Een joypen. Ik had het kunnen weten. Joy. Oh, joypen. Goed. Eens even kijken. Want nou hebben we deze. Die hebben we dan zeg maar vrijstaan. Dus dan kunnen we die ook alvast weer terugdouwen op zijn plaats. Nou, echt heel veel gedouwen hier hoor. Er zit hier heel veel van die onzin. En de enigste reden is, je hebt hier dus zeg maar twee gangen waar je naartoe kan. Eentje die is voor de belangrijke key, om dus naar de baas toe te gaan. En de andere, die is dus zeg maar noodzakelijk voor de treasure chart ook nog eens een keer te vinden. Allebei best vrij makkelijke dingen, dus niet echt moeilijk.
Nou, zoals je ziet, op dit moment heeft het nog heel erg weinig effect. Want Medley, die moet ik geloof weer zo'n V-sprong dinges maken. Zodat hier het licht dan reflecteert hier naartoe. Of zo. Ik zal eens even kijken. Medley, doe eens even. Maak jezelf eens nuttig. Spiegel me hier, spiegel me daar. Lijkt wel Egypte. Nou. Want ja, je kunt dus zeg maar niet reflecteren in een rechte lijn. Dus zo kunnen we niet reflecteren. Dus we moeten echt... Ik denk dat we daar of zo op moeten richten dan. Medley, doe niet zo... Oh, kom op. Zo. Oké. En hou vast. Krijg je de kramp van in je handen. Dan maakt me niks uit. Oké. En dan zo. Oh, dat duurde even lang. Daar zit nog een spiegel. Kom op. Hebbes. Jap. Helemaal blij. Dus ja. Nou, hoe was jullie weekend? Ik denk ja. Purple Ruby. Purple. Kijk, daar word je vrolijk van. Nee, maar goed weekend gehad, jongens. Ja, ik zit hier die puzzels op te lossen. Moet ergens over praten, hè. Dus, ja. Dus, ik weet zelf anders ook niet echt eventjes waar we over moeten praten. Terwijl dat we deze puzzels aan het doen zijn. Nou hebben we ondertussen eindelijk al die stomme spiegels dus op de goede plaats neergezet. En dan heb je dus, zeg maar, daar dat zo'n creepy zonnetje weer. We zitten hier. En dan is het dus de bedoeling dat wij samen tegelijkertijd weer... Die zon, zeg maar, activeren met zonlicht. Een zon moeten activeren met zon. Dus dan heb je Medley weer nodig. Weet je wel, ik vlieg er gewoon naartoe. Dat is het handige van Medley, die kan gewoon vliegen. Die moet dan hier op het andere plateau staan. Dan weet je dat ze daar gelijk ook een heel makkelijk plateau voor... Nee, je moet vliegen, Medley. Hier, echt vervelend, hè, dat ze niet automatisch klimt. Issues. Kunnen we ook crossline doen? Ja, gewoon. Ik heb zin om crossline te doen. Vind ik leuk. Oké, ik ga het gewoon doen. Kom maar. Ja! Ik moet het altijd op een moeilijkere manier doen dan het eigenlijk de bedoeling is. Vind ik leuk. Oké, nou. Eindelijk is deze hele kamer opgelicht en dan zijn die lichtstralen ook overal weg. Omdat de zon dan weer flink schijnt en ja, dan kun je dus zeg maar geen zonlicht meer reflecteren. Wat eigenlijk best wel raar is, maar het kan niet. Nou, dit is dus zeg maar de kamer naar de... Boski? Bikki? Serieus, alleen maar een darknet? Pijlenboog, pijlenboog, pijlenboog. Nee. Auw. Auw. Oh, Medley werd geraakt. Zag jullie daar? Niet mijn probleem. Hier, en mij daar ook. Ja, je moet dus zeg maar eerst die skulls uitschakelen. Voordat je dus zeg maar iets met hem wil doen. Ik ben heel even nog bezig, jongen. Even wachten. Even wachten nog. Even wachten op Dark Nucky. Nucky. Vanaf nu ben jij een Dark Nucky. Nou, kom even overeind. Dan kan ik... Nee, mag niet. Pak je zwaardjes. Pak je zwaardjes. Goed zo. Dan kan ik je allemaal even aframmen. En dan rotsel ik je helemaal in elkaar. Ik heb best wel veel schade opgenomen van dat zwaard van jou. Daar ben ik niet mee eens. Daar heb ik problemen mee, meneer. Nou. Ik zeg gewoon... De Boski. Ik ga geen Bikki zeggen, gewoon de Boski. Waarom zeg ik het hier altijd fout? Mail. Nou ja, waarom ook niet, hè? Waarom ook niet, hè? Laten we heel eventjes een mailtje er eventjes bij pakken en heel eventjes kijken wat er geschreven is. Heel eventjes snel, vooruit dan wel. Oh, we hebben er 3. Eens even kijken. Alex in High Day. Oké, dankjewel Gaming Moons.
De Game of Moons heeft hier nog iets neergezet. Ga naar is een spoiler, daar gaan we die nog niet even zeggen. En dan hebben we hier op Super Mario. Deze is erg oud, want 2 jaar en 4 maanden en 0 dagen. Vandaag, 6 oktober, is het vandaag. Ja, het is vandaag inderdaad 6 oktober, dat klopt, dat heb je goed gezien. Dus, ja. Oké, okay, nou, dan gaan we gelijk weer verder met het spel. Want dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Eens even kijken. We hebben nou dus zeg maar de Big Key. Niet de Boss Key, maar de Big Key. Maar zoals ik al zei, er zit hier dus nog 1 extra kamertje. Waar we zeker naartoe willen. Dus, even kijken. Ja, de aflevering die is al aan de lange kant. Ik kan niet fanmail blijven lezen. Sorry jongetje, het spijt me. Oké, nou deze die kunnen we dus heel erg makkelijk openmaken. Wanneer dat we willen. Ik weet waar, ik pak wel eerst de middelste. Volgens mij zaten hier weer van die Skellos. Zullen we ze alle 3 tegelijk doen? Eventjes een beetje een uitdaging erin gooien. Waarom ook niet? Kleine uitdaging. Altijd leuk. Heb een bom. Oh, ik mis. Uh-oh. Hij komt er wel heel erg dichtbij. Hij komt er wel heel erg dichtbij, jongens. Ik ben bang. Oh, ik heb... Heb ik hem? Ja, die hebben we. Oké, nou, hij gaat swingen. Eventjes mijn hamertje. Waar ben je? Oh, je bent... Ah! Ik wil je weg, ik wil je weg, ik wil je weg, ik wil je weg, ik wil je weg. Doei! Oké. Hier, bommen. Cadeautje voor je. Voor jou! Lief ben ik, hè. Alsjeblieft. Heb je ook geen last meer van hoofdpijn? Nooit meer last van hoofdpijn. Oké, nou, de laatste. Ik hou er wel van om af en toe een beetje een uitdaging in te... Oh, dat is weer de verkeerde knop. Dat maakt niet uit. Die gaat exploderen. En ik ga je gewoon een slag van hamer. Probleem opgelost, zou ik maar zeggen. Nou, als je die 3 hebt verslagen, dan komt er dus een kistje tevoorschijn. En zoals ik al heb gezegd, daar zit een trash chart in. Want elke dungeon... Het is ondertussen geen geheim meer. Elke dungeon heeft 1 of 2 treasure charts. 1 voor 200 rubies en eentje voor een piece of heart. En ik dacht dat deze voor de piece of heart was. Weet ik niet zeker. Maar ja, we zullen het natuurlijk zo zien in de informatiebalk onderin. Wel moet ik erbij zeggen natuurlijk dat de informatiebalk niet in het actuele spel zit. Zelf geëdit is natuurlijk vanuit Studio Zelda Play 20. Dank u wel. Dus. Nou, editor. Je bent nou vast je research aan het doen. Maar hier is je treasure chart. Hij komt nu in beeld. Nu. Ja, dankjewel. You got a treasure chart! En als je hem opent, dan krijg je stuff en heel erg leuk. En ik heb het helemaal gehad met deze dungeon ondertussen. Dus, dan kunnen we eindelijk deze kamer gaan verlaten. En eventjes kijken. Dat is deze kant hier. Nee, deze kant hierin. Oh nee, ik serieus, sta je boven. Oh, dan moet ik weer met die laten vliegen. Dan moet ik eerst... Oh, dat... Het is allemaal zo langdradig, daar hou ik niet van. Oké. En ja, ik weet het, ik heb het een en ander qua schade opgenomen. Ik zit eraan te denken om in plaats van zeg maar 2 veetjes bij me te hebben, omdat er 2 veetjes best wel cheap is, om gewoon een blue potion mee te nemen ofzo. Dat ik wel echt ja, op moet letten. Bij wat ik eigenlijk dus zeg maar zou doen. Nou, het enigste nadeel is dat je die kamer hebt gehad hier beneden trouwens. Er zit alleen maar mist, er is niks in te vinden. Maar ja, je moet dus zeg maar weer klimmen. En het duurt allemaal weer zo extra lang. En, schiet nou toch eens een keer op, joh. Ik bedoel, ze hadden die vines wel wat realistischer mogen maken. Ik bedoel, het is tenslotte in HD. Ik bedoel, het is gewoon behang. Het is gewoon een texture pack. Dingen schoon aan de... Nee! Nee. Hoe kom ik hieruit? Ik weet niet hoe ik hieruit kom. Ik ben hier nog nooit ingevallen. De let's play vloek op zijn hart. Kom ik hieruit, jongens? Kom eruit. Zo kom je er ook uit. Goed, dan zijn we dus eindelijk hier teruggekomen. En als ik me niet vergis, zit Medley in deze ruimte ook nog.
En Medley, die moet ook naar boven toe. Nou, Medley, die kent niet klimmen op muren. Dat is het nadeel van Medley. Maar ja, Medley, die heeft een vliegkracht. Dus die hoeft alleen maar een beetje te flappen. Ik snap niet, de vorige keer moesten we haar dus zeg maar echt letterlijk en figuurlijk in de windrichting duwen. Terwijl dat ze zelf dus eigenlijk gewoon zou kunnen vliegen. Dus ik snap daar de moeilijkheidsgraad. Ik snap die logica's niet. Maar goed, mocht je dus een warp nodig hebben. Hier heb je dus zeg maar de steen zeg maar of de warppot. Ik weet niet waar die anderen precies zitten. Er zou er nog ergens eentje in de dungeon zitten. Maar ja, echt warps die gebruik ik bijna nooit. Tenzij dat ik between afleveringen inderdaad. Of between de part zeg maar een opnamesessie zou hebben. Waardoor dat ik inderdaad snel hier naartoe zou moeten komen. Nou, aangezien dat dat op dit moment niet het geval is. En waarom had ik... Oh ja, om hier naar... Ik dacht dat hier een poort overheen zou zitten. Ik had het gewoon met de Dekulief kunnen doen. Ik heb je helemaal niet nodig, mens. Maakt niet uit. In ieder geval deze aflevering die is behoorlijk aan de lange kant weer. Speciaal voor jullie. Het is Halloween. Ik vind het wel leuk om af en toe een keer een lange aflevering tussendoor te gooien. Geen feetje hier, want ze zijn zo lekker vriendelijk hier. Maar dat maakt niet uit. Dus, in ieder geval, in plaats van heb je een leukste momentje in deze aflevering. Laat het eventjes weten of je inderdaad het leuker zou vinden om de volgende Let's Play al te weten. Zodat jullie daar dan fanart van kunnen maken. Of een thumbnail van kunnen maken voor de video's waar ik alleen maar een cijfertje bij hoef te plakken. Zodat jouw tekening dan elke aflevering zeg maar daarbij zou staan. Dan kom je bij de afspeellijst. Of inderdaad dat je gewoon tot ik ze zelf maak en dat ik dus zeg maar nog steeds de hint geef op het einde van de Let's Play. Laat het weten, laat ook een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En hoop ik jullie morgen allemaal weer te zien in de volgende aflevering van de Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in HD. Sorry voor deze cliffhanger, maar ja, de aflevering is al behoorlijk aan de lange kant. Dus hopelijk hebben jullie er ook een klein beetje begrip voor. Maar ja, aan de andere kant, misschien was het een angst dat jullie bang waren voor de cliffhanger. Maar ja, het is Halloween en dan is het juist goed om bang te wezen. Weet ik veel. Ik weet niet waar ik naar toe ga. Dus nogmaals bedankt voor het kijken en ik hoop jullie allemaal morgen weer te zien. Doei!